tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Begrijp jij wat het voor het programma betekent als Rien niet op tijd terug is? Begrijp jij ook wat het voor mij betekent? Ja, maar hoe wil hij het redden? Zelfs zonder verkeer op de weg duurt het minstens een kwartier voordat hij bij de studio is, ja? Dan 10 minuten om de band te kopiëren. Wil je daar alsjeblieft over ophouden? Je maakt me bloednerveus. Ja, maar het ligt er ook allemaal aan jou? Jij weigert toch om live op te treden? Als we dat nummer van jou niet vooraf hoeven op te nemen, dan hadden we dus tijd genoeg gehad. Wil je er nu alsjeblieft over ophouden? Zo, goedemorgen. Hoi. Ik denk dat jij een zware dag tegemoet gaat. Oh, en waarom? Nou, ik kwam Simon tegen op de parkeerplaats. Jezus, wat hij een pestbui door dat tv-optreden van Linda. Ja, hij is gewoon bang dat als het bedrog uitkomt de gevolgen voor haar niet te overzien zijn. Nou, het zal mij benieuwen hoe ze het aan gaan pakken. Maar mij ook. Rien heeft er echt meegesleept in al die onzin. Weet je, in het begin had ik het niet zo door, maar hij heeft echt een slechte invloed op haar. En zolang ik hier zit, wordt Simon er ook niet al te vrolijk op. Weet je, Annette, ik weet dat ik me niet meer mee mag bemoeien. Maar ik denk dat als jullie serieus naar een oplossing zoeken, dat het dan goed komt. Hè? Maar echt goed komt. Ik heb nog nooit 2 mensen zo ongelukkig gezien omdat het uit was. Nee, het komt niet goed. Daarom zoek ik ook een andere baan. Het is gewoon beter voor ons allebei als ik wegga. Is dat de krant van vandaag? Ja, wil je hem lezen? Nee, maar ik heb gehoord dat er een stukje in staat over Linda's optreden. Oh, dat heb ik nog niet gezien. Hé, wat is dat? Daniel. Met Martine. Ha! God, doorheen. Ik sta jou hier nog wel raad te geven, hè? Idioot die ik ben. Hoezo? Nou, Daniel zei gisteren dat hij geen tijd voor hem had omdat hij een afspraak na moest komen. Nou, en dan zie je wat voor afspraak. Nou, er moet een verklaring voor zijn. Ik kan me niet voorstellen dat Daniel... Ik heb je nog geprobeerd te waarschuwen voor Martine. Je had me beter kunnen waarschuwen voor Daniel. En tevreden over je gedrag van gisteren? Begin er niet weer over, alsjeblieft. Pap heeft al genoeg gezeurd. Ja, en deze keer had hij wel gelijk, hoor. Het is toch idioot om je in te breken? Dat weet ik. Ik heb toch al gezegd dat het me spijt? Houden jullie eens een keertje de moeite na om naar elkaar te luisteren? Ik werk op hem als een rode lap op een stier. Hij wordt al driftig als hij me ziet. Ja, maar, en waarom kom je hier nou niet wonen? Dit is een groot huis en het stikt hier altijd van de jonge mensen. Kan niet. Maar en ik zou voortdurend overhoop liggen en daardoor zou iedereen zich kloten voelen. Ja, maar het is nu toch mooi geregeld? Jullie hebben hier een fantastisch huis en ik logeer zo lang bij mevrouw Helmink. En we kunnen elkaar net zo vaak zien als vroeger. Oké? Okay? Ja, nee, John, ik wil zo graag... Mam! Oké. En kijk het maar aan. Je zit op je bol. Je laat het maar gaan. Waarom is liefde een boom zonder blad? Waarvan? Yeah.
absoluut fantastisch. Denk ik goed? Ja, goed, jongens, geweldig. Het was zo goed. Hey, ik weet niet hoe jij het voor elkaar hebt gekregen om die band hier op tijd te krijgen, maar zij heeft ons het leven gered, hè? Je bent goud waard. Ik wist dat het zou lukken. Echt, ik had er alle vertrouwen in. Ik wist dat als ze genoeg tijd hadden om te repeteren, dat het zou lukken. Ik heb een neus voor talent. Ja. Kan ik de opname even zien? Ja, kom op, kom maar mee. Helin, bedankt. Ik weet wat je hebt moeten doen om mij plezier te doen. Ja, het moest gewoon lukken. Ik wilde iedereen die geloofde dat ik het niet kon laten zien, dat ik het wel kon. Oké. Hallo? Ik ben zo weer weg, hoor. Ik kom alleen maar even vragen of je het leuk vindt om vanavond bij me thuis te eten. Hou je van Chinees? Ik kan niet. Hoezo niet? We hebben toch afgesproken? Ja, ik ben van gedachten veranderd. Vind ik raar. Dat vind ik ook jammer. Ik had gehoopt dat we nu eens met elkaar konden praten zonder gestoord te worden. Ik heb gewoon niks te bepraten. Sjane, ik denk dat we nu even met elkaar moeten praten. Wat is er aan de hand? Heb ik iets verkeerds gedaan? Ik kan er heel goed tegen om gekwetst te worden, maar ik neem het niet dat je tegen me liegt. Ja, ik heb echt geen idee waar jij het over hebt. Oh. Ik begrijp het al. Ja, en ik begrijp ook waarom je zo bang was om je afspraakje mis te lopen. Het is niet mijn gewoonte om afspraken niet na te komen. Ik had het Martine beloofd. Je zou wat selectiever kunnen zijn in het uitkiezen van je vrienden. Ja, maar ik ken Martine al jaren. Ja, maar jij vertelde dat je gisteren een hele belangrijke afspraak had en ik veronderstelde vanzelfsprekend dat... Misschien iets te vanzelfsprekend? Ik bepaal zelf wie mijn vrienden zijn, ja? En waar ik ben en wat ik doe, daar gaat niemand wat aan. Oké, daar heb je gelijk in. En hetzelfde geldt voor mij. En daarom zou ik je nu willen vragen om hier weg te gaan. Met alle plezier. Maar ik dacht, als de ouderen aan het hout aansjouwen en de boer in elkaar timmeren, kan de rest helpen verven. Hm. Hé, hey, het is toch een gezamenlijk hek, hè? Waarom doet die buurman er dan niks aan? Als ik jullie was, zou ik maar oppassen, hoor. Anders blijft hij allerlei rotklusjes voor jullie. Niemand vroeg jou wat, Mirjam. Wat is er aan de hand met die kerel hiernaast? Ze ging hartstikke tegen met de keer. Zei ik het niet? John, dit is Peter en dat is Mirjam. Hallo. Hoi. Nee. Hallo. Ik heb al veel over jou gehoord. Van Arnie. John is even langsgekomen om te vragen naar het jongere jobcenter. Oh. Nou, dat is precies wat de naam zegt, hè. Ze zijn gespecialiseerd in vacatures voor jongeren. Mensen tussen de 16 en de 24. Ze hebben een geautomatiseerd gegevensbestand. Dat wil zeggen in de computer opgeslagen. Dus als ze je gegevens hebben, kunnen ze in een paar minuten zien of ze iets voor je hebben. Oh, mooi. Komt goed uit. Hoeft niet de halve stad af te lopen op zoek naar werk. Vind je het goed als ik met je meega daar naartoe? Ja, joh, natuurlijk. Gaan we een beetje lol trappen. Nou, het is nog wel een serieuze bedoeling daar, hoor. Maar ik weet er niet uit of ze weten wat het is, lol trappen. Ik heb ook wel serieus belangstelling. Zolang ze maar meer te bieden hebben dan appels plukken, sloten graven of olietanks uitkrabben. Meestal wordt ze vreselijk kwaad als je hun waardeloze baantjes afwijst. Nou, misschien wil je dit dan niet afwijzen en kun je ons straks even helpen met het hek. Het is omgevallen. Nou, geen punt. Ik kan timmeren als de beste. Dat wil ik nog wel eens zien. Wat bedoel jij? Nou, Arnie vertelde mij dat jij je baan in een meubelfabriek had opgezegd omdat je het niet leuk vond. Het is wel even iets anders, hè? Heb jij mijn chef daar wel eens gezien? Zegt u maar wanneer u me nodig heeft. Zullen we gaan? Ja. Hé, hey, duim voor me, hè? Succes, hè? Okay. Succes, Mirjam.